Welkom en goed dat jullie weer kijken, want we hebben het een en ander te bespreken. Op het verzoek van een aantal van jullie ga ik zo direct mijn vitrinekast met de vondsten daarin tonen en met jullie bespreken. Maar eerst even aandacht voor het volgende. De abonnees die gaan goed de laatste tijd, er wordt leuk gekeken, leuke reacties. Ja, dat geeft mij een goed gevoel, daar word ik blij van. Maar het kan natuurlijk altijd mooier en groter. En waarom is het nou zo belangrijk dat jullie blijven abonneren, blijven kijken en anderen enthousiast maken om ook te abonneren? Ik wil jullie kwaliteit video's geven. Het beeld moet goed zijn, de audio moet goed zijn. Er zit tijd en energie in, dus ja, ook een stukje waardering. Dat vind ik leuk. En voor het milieu, ja, als we dan toch bezig zijn. We gaan natuurlijk uiteraard voor de gave vondsten. Maar denk er maar eens eventjes aan wat er met magneetvissen allemaal achter de magneet en aan het touw blijft hangen. Standaard al heel veel plastic, wat niet in de bodem van het water hoort. Dus dat ruimen we netjes op. Het wordt er lekker schoon van. En denk eens aan metaaldetectie, wat we met metaaldetectie allemaal opgraven. Hoeveel lood er in de bodem zit. Dat wordt allemaal gerecycled. Kunnen wij weer een batterijtje van kopen, dus dat is ook win-win situatie. Dus ja, om die redenen is het ook al heel belangrijk om te blijven supporten. En dat kan jij doen door te abonneren. Het is gratis, zet het belletje aan. Zoals de meeste van jullie weten heb ik aan het begin van dit jaar gesproken over een berg grond die verdeeld zou worden over een perceel. Dat is inmiddels gebeurd. Wij hebben daar gezocht en leuke 16e en 17e eeuwse vondsten gedaan. Dus dat zit er binnenkort aan te komen. En er is nog een berg grond daar, maar die is van de buurman. Dus we moeten eventjes in contact komen met die mensen en in gesprek gaan. En wellicht mogen we dan ook daar komen zoeken. Dat zou helemaal gaaf zijn. Maar goed, genoeg gepraat. We gaan nu snel naar binnen naar de vitrinekast. Goed, we zijn hier bij de vitrinekast. En laten we maar bij de bovenste plank beginnen. Ja, zoals jullie zien heb ik hier van alles wat liggen. Van leeuwencenten tot stukjes aardewerk. Een glaszegel, lakenlood, zegelloden. En allemaal zilveren munten. En laten we maar gelijk bij de zilveren munten beginnen dan. Vorige week heb ik mijn 18e zilveren munt gevonden. En ik ben nu zo'n 18 maanden aan het zoeken. Dus heel toevallig is dat er één per maand. Ja, hier op de achterste rij hebben we ja, guldens van Juliana, Willem III, nog een paar van Juliana, kwartjes Willem II, Wilhelmina, nog een kwartje Wilhelmina en wat dubbeltjes Willem II, Willem III en Wilhelmina. En dan hebben we hier een rijderschelling staand en ook nog eentje liggend. Ja, helaas zijn ze wel echt door de tand destijds wel versleten. Maar goed, toch leuk om te vinden. Hier ligt nog een 6-stuiverstuk plat. Op het standaardje staat een 2-stuiverstuk. Hier nog een dubbeltje. En dit is een verzilverd stukje achterkant van een bestek. En dat is dan een beetje het zilver. Hier hebben we nog een rekenpenning liggen. Daar werd vroeger de boekhouding mee gedaan. Deze is uit 1594 en is de tekst die erop staat gaat over de bevrijding van Coevorde en de herinname van Groningen. Dan hebben we hier een leuk zegellood van Leiden. Wollen deken gemaakt binnen Leiden staat erop. We hebben wat rijwielbelastingsplaatjes, een krotalbel. Dit is een bel die zat aan het paardentuig. Als er een paard en wagen door de straat kwam, zaten er meerdere van deze bellen aan het paardentuig en dan hoorde je dat er iemand aankwam. Deze is 19e eeuws, heb ik mij laten vertellen. Nou, hier nog wat zegelloodjes, een accijnsloodje voor het vlees, vleesloodje ook wel genoemd. Helemaal heel nog, dus dat is wel gaaf. Hier een loodgewicht. En daar staat 75 op, zoals je kunt zien. En die 75 staat voor het jaar waarin hij is geëikt. 1775. Na 1800 werden deze loodgewichten niet meer in gebruik genomen, omdat het toch niet helemaal betrouwbaar was. Hier heb ik wat zinken oorlogsgeld. Ook één koper, nikkel, een vierkante stuiver. Maar de rest is allemaal zink.
1 cent, 5 cent, 25 cent een paar keer. Een mooie 10 cent. Ja, dat is de allermooiste. Dit stukje aardewerk, dat komt uit een bord, een Nederrijns aardewerk. De eerste helft van de 18e eeuw, dus tussen 1700 en 1750. Dus dat is ook grappig. Nou, zoals ik net al zei, hier de leeuwencenten. Een halve stuiver. En wat 1 centen. Dan heb ik hier nog wat Duitse munten. Hier mijn oudste duitjes. Trajectum onlangs nog gevonden, 1634. Een duit van Huizen. Gevonden toen ik een, bij een vriend geholpen had in de tuin met afgraven. Een Zeelandia duit, ook heel mooi. 1783. Ja. Nou, dan komen we hier bij het lakenlood van Leiden. Deze is van 1619. Kijk, ik breng de camera even wat dichterbij. Hier lees je dat in de rand, 1619. Kijk, hier in de rand kan je dat zien. Je ziet duidelijk de 6, 1 en 9. Ja, dus hier staat nog de 1, 1619. Dus dat is ook heel gaaf. En wat erop afgebeeld staat is de leeuw met kruislinks twee sleutels. Hier een leuk glaszegel. Ja, die heb ik als bijvondst gedaan bij een stukje tinnen bestek. Daar zien we ook een leeuw met een zwaard en een pijlenbundel in zijn hand. Mooie krans eromheen. Dit is een glaszegel van de Holsteinse glasblazers. Laat 17e eeuw. Dan gaan we nu naar de tweede plank. Eentje lager. Ja, hier heb ik alle kale duiten, alle versleten munten heb ik op een berg gelegd. Dan ziet het er toch nog best wel leuk uit. Ja, die zijn echt niet meer leesbaar. Hierboven heb ik wat pijpensteeltjes, pijpenkoppen, aluminium vingerhoedje, riksdaalders van nikkel, guldens van nikkel, nog wat 5 cent, dubbeltjes, kwartjes, ook nog een leuk vingerhoedje. Hierboven pilotenvleugel. En deze aansteker is een jaren 80 aansteker gevonden met magneetvissen. Wat kastgreepjes, een leuk kruisje, wat oude ringetjes, sieraadjes nog, een mooie broche, 18e eeuws. Dan hebben we hier nog wat zilver liggen, een zilver armbandje, ook te zien in een van mijn laatste video's, pas nog gevonden. Een zilveren rijgnaald, mooi met de stempels erin. Een koperlepeltje wat ooit verzilverd is geweest. En hier nog een zilver lepeltje, ook mooi met stempels op de achterkant. Een zilver armbandje. En nog een zilver lepeltje. Dan gaan we er weer een lager. Ja, dan komen we bij de leuke gespen, bandeliersluiting, degenhanger. Hier wat kledinghaakjes, boekbeslag, uniformknopen. En daar zitten ook best wel leuke knopen tussen. Republiek Française. En Nederlandse uniformsknopen, Tweede Wereldoorlog. Marineknopen van de Duitsers. Een NSDAP-knoop, die zien we hier nog. Dat is deze. En het tinnen speelgoed. Leuke soldaatjes. Sommige niet helemaal compleet, maar ja, dat heb je. Er gebeurt wel eens. Het is best wel breekbaar of kwetsbaar. Ja, en misschien is het daarom ook wel weggegooid. En hier echt wat leuk, eentje op een paard nog. En een paar paardjes los. En hierboven ook nog eentje. Twee vissen, ook gevonden op een stortlandje, weilandje. Een leuk greepje nog. Hier nog een hondenkopje. En dan gaan we er nog een lager. Ja, hier heb ik een beetje de militaria spullen liggen. Maar ja, wat natuurlijk echt opvalt is de speerpunt. Romeinse speerpunt.
Hier is een archeoloog voor bij mij over de vloer geweest. Die heeft mooie foto's gemaakt. Alles vastgelegd bij het pan in de documentatie. Dit is een speerpunt van tussen het jaar 0 en 400 na Christus. Nou, dan heb ik hier nog een kanonskogel, plus minus 5 centimeter in de diameter. Het land waar ik deze vond, dat was stortgrond uit de stad van Leiden. Dus ja, dat kan makkelijk van de Spaanse oorlog zijn, deze kanonskogel. De grendels die we hier zien, deze twee, zijn van de Manliger M95 karabijn. Ja, de Nederlandse Hembrug karabijn. Brits mortierstaartje, hier ook nog een Brits mortierstaartje. Wat hulzen van Hispano, 20 mm Hispano. Enfield onderhoudsbuisjes. Zo, even wat dichterbij. Hier zien we nog een sigarensnijder. Dus als je nog een sigaartje wil roken, kon je hiermee een stukje afsnijden en daarna kon je hem roken. Mooie flinke bomkop. Een gewonde insigne van de Duitsers. Een mooie koppelgesp van de Duitsers. God mit uns. Een deel van een Zippo. Ik heb het uitgezocht aan de tekst die onderop stond. Dat die van een Amerikaans marineschip is geweest. Ook van de Tweede Wereldoorlog afkomstig. En dan hier nog wat lodekogels. Musketballen. Goed, dat was hem weer. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, wordt mijn vitrinekast al een beetje aan de kleine kant. Dus we zullen binnenkort, denk ik, toch wel moeten gaan uitbreiden. Wil jij deze vondsten nou even op je gemakje terugkijken? Begin dan mij te volgen op Instagram. Verschijnt hier in beeld. Ja, dan zie je alle foto's duidelijk in beeld. Kan je even rustig er doorheen scrollen. Ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken naar deze video. Dat jullie het leuk vonden. Leuke informatie. Morgen dan starten wij weer op een nieuwe toestemming, een nieuw grondje, een oud grondje. Dus hoogstwaarschijnlijk komen daar zeker weer leuke dingen uit. En wanneer dat zo is, ga ik dat zeker met jullie delen. Dus blijf het volgen en dan zie ik jullie snel bij een volgende keer. Tot later!